Hoor je het? Het geklop. Zie je het? Rood. Het lijkt wel. Bloed. Daar gaan we het over hebben. Transport van bloed. En het transport gebeurt natuurlijk voornamelijk door je hart. Dus we gaan eerst eventjes het hart onder de loep nemen. Het hart is een pomp. En die pomp die krijgt voor elkaar om per minuut ongeveer 5 liter bloed te verstouwen. Hij pompt het eerst in een brede slagader en die slagader wordt aorta genoemd. De aorta die splitst zich in een aantal slagaders. Ja, dat zijn nog steeds behoorlijk dikke aders. En die slagaders die splitsen zich weer verder in wat kleinere slagadertjes. Dat is nog niet alles, want die slagadertjes die splitsen zich ook weer. En dan krijg je tenslotte de haarvaten. En de haarvaten zijn belangrijk, want in de haarvaten die zijn dusdanig klein dat daar de zuurstofafgifte kan wezen, kan voordoen. Ja, dus daar gaat de zuurstof uit het bloed naar jouw organen of naar jouw spieren. Vooraf heb je dus bloed waar zuurstof in zit, zuurstofrijk bloed. En na die haarvaten, dan heb je dus, er zit dan wat zuurstof in, maar veel minder dan ervoor. Die haarvaten die hebben zuurstof afgegeven en die komen weer samen. En dan komen ze samen in adertjes. Ja, dus geen slagadertjes meer, maar adertjes. Nou, adertjes die komen weer allemaal samen in aders. En de aders die komen weer samen en dat wordt niet de aorta of iets dergelijks genoemd. Dat wordt genoemd de holle ader. En dan zou je zeggen van oké, jongens, dan gaat het dus weer naar het hart toe. Maar dat is niet helemaal zo. Dat zuurstofarme bloed, dat moet natuurlijk eerst wel voorzien worden van nieuw zuurstof, voordat het weer zijn ronde kan gaan doen. Oftewel, dat zuurstofarm bloed, dat gaat eerst wel naar het hart toe, maar naar een ander gedeelte van het hart. En dan wordt het gepompt naar de longen toe. Dus het gaat naar de longen toe en de longen krijgt het weer zuurstof in zich en dan zal het zuurstofrijke bloed weer naar het hart toe gaan en dan wordt het weer rondgepompt. Kortom, het hart heeft twee verschillende compartimenten. Ja, een deel wat zuurstofrijk bloed pompt en een deel wat zuurstofarm bloed pompt. Ja, het ene deel, de grote bloedsomloop, ja, dat is belangrijk, die gaat echt door het hele lichaam heen. En het andere deel is de kleine bloedsomloop. En dat is dus alleen een stukje tussen hart en de longen en dan weer terug. Ja, nou, je kunt dit vergelijken eigenlijk met een stroomschema. Ja, je hebt dan twee batterijen, dat zijn de twee onderdelen van het hart. En er gaat een stroom lopen door het hele lichaam, door de hele schakeling. En in een stroomkring is overal de stroomsterkte gelijk. En dat is dus ook zo in je lichaam. Overal in je lichaam ja, zal het totale bloedvolume wat rondstroomt gelijk zijn. Ja, het is natuurlijk wel zo dat het wordt verdeeld over de diverse vaten. Ja, dus het is niet zo dat door één klein vat 5 liter per minuut gaat, maar totaal is het overal 5 liter. Ja, door de longen gaat 5 liter per minuut, door het ene hart, door het andere hart, overal is 5 liter per minuut. Bij het stroomschema, ja, bij de stroomkring, spreken we over stroomsterkte. En dat is dus I in amperes en de stroomsterkte is gedefinieerd als de hoeveelheid lading die per tijdseenheid er doorheen stroomt. Zoiets kun je ook voor het bloed bekijken. Nou, we noemen dat dan niet stroomsterkte, maar we noemen dat vloeistofstroom. En een ander woord daarvoor is de debiet. Dus de debiet is de vloeistofstroom. Hoeveel bloed gaat er per minuut doorheen? En je kunt het ook weer natuurlijk in de formule zetten. Nou, het symbool voor debiet is Q
En dat is dan delta V. En delta V is het volume van bloed in kubieke meter. En delta T is de tijd in secondes. En wat ik zei, Q is de beat. En de eenheid van de beat is volume gedeeld door tijd. Dus kubieke meter per seconde. We gaan weer even verder met de stroomkring. Want in stroomkring heb je weerstanden. En die weerstanden die heb je ook in je lichaam. Ja? De long die heeft een bepaalde weerstand voor die vloeistofstroom. En ook al je organen die hebben ook een bepaalde weerstand voor je vloeistofstroom. In een stroomkring is de weerstand, daar kan alleen maar stroom doorheen gaan als er een bepaalde spanning overheen staat. En dan geldt de wet van Ohm. Stroomsterkte is spanning gedeeld door weerstand. I is U gedeeld door R. Nou, nu heb je in je lichaam natuurlijk geen spanning, maar je hebt wel er overheen staan. Ja, wanneer zal er alleen maar iets doorheen stromen? Dat is als er een drukverschil overheen staat. Ja, als er een drukverschil is tussen links en rechts, dan zal er een vloeistofstroom die kant op gaan. Nou, dat heb je dus hier ook. Even een beetje ruimte maken. Ja. Je hebt dus een vloeistofstroom alleen als er een drukverschil is. Je hebt hier ook een zogenaamde wet van Ohm, alleen dan niet voor stroom, maar voor een debiet. En dat geldt dan dat het debiet is gelijk aan spanning, maar dan wel de drukspanning, ja, delta P, het drukverschil. En het drukverschil is in eenheid pascal, en pascal is newton per vierkante meter, gedeeld door de weerstand van het orgaan. Ja, en dan krijg je dus dat dat gelijk is aan het debiet. Eventjes op een rijtje. Ja, links de vloeistofstroom, rechts stroomsterkte. En we kijken eventjes naar de weerstand. Ja, weerstand bij stroomsterkte, dat is redelijk bekend, althans, ik mag het wel hopen. Weerstand is bij een stroomdraad vooral afhankelijk van de soortelijke weerstand van het type materiaal. En dat is natuurlijk ook weer bij de vloeistofstroom. Ja, de weerstand is afhankelijk van het type vloeistof. En je hebt verschillende soorten vloeistoffen. Hè? Denk hier aan water, stroop, ja, een stuk minder makkelijk te stromen. En je hebt zelfs hier pek. En zelfs pek kan een heel klein beetje stromen, maar je snapt wel dat hier de weerstand ontzettend hoog is. Hier minder hoog en water zal een lage weerstand hebben. En de weerstand van een vloeistof wordt genoemd viscositeit. Viscositeit bepaalt dus hoe makkelijk een vloeistof kan stromen. En het symbool voor viscositeit is, kijk eens aan, de letter N, maar dan wel een hele mooie natuurlijk, de Griekse letter eta. En voor water is de viscositeit, hier staat het, heel laag. Let ook even op een hele mooie eenheid van viscositeit. Maar viscositeit is hier dus 1000ste pascal secondes. Voor stroop is je al een stuk hoger. Die is 10 tot de macht 5. Hè, dus dat is 100.000 pascal secondes. Dus veel en veel groter dan die van water. En voor pek hoeft het al niet eens meer over te hebben. 10 tot de macht 11 pascal secondes. Heel erg hoog dus. Ja, en voor weerstand. Ja, kijk, zo'n uitdrukking gold voor de weerstand. Wat zou mooi zijn als voor de vloeistof eenzelfde soort iets zijn. Dus dat de vloeistofweerstand gelijk is aan viscositeit maal L gedeeld door A. Nou, helaas is het net niet dat geworden. Ja, voor de weerstand van vloeistof geldt wel zoiets, maar het is nog maal een factor 8 en gedeeld door R kwadraat, waarbij R dan natuurlijk de straal is van zo'n ader waardoor het bloed heen stroomt. Nou, oppervlak is pi r kwadraat, dus als je dit een beetje bij elkaar harkt, dan krijg je dus dat de weerstand van de vloeistofstroom gelijk is aan viscositeit maal 8 keer de lengte van zo'n bloedbaan gedeeld door pi gedeeld door r tot de macht 4, waarbij r de straal is van de bloedbaan. Dus vloeistofstroom is het volume per tijdseenheid. Ja, en Q is dan het debiet.
of het is drukverschil in pascal gedeeld door de stromingsweerstand. En stromingsweerstand kun je dus dan berekenen met deze uitdrukking. Goed, we gaan even weer verder. Weer even de bloedsomloop. En je ziet de bloedsomloop stroomt omdat het hart klopt. En omdat het hart klopt, is er bloeddruk. Maar het hart klopt met een bepaald ritme. En dat betekent dus dat de bloeddruk ook met een bepaald ritme varieert. En dat ritme varieert. En hoe verder je van het hart afgaat, varieert de bloeddruk wel. Alleen de bloeddruk wordt wel wat lager. Omdat hij verder van het hart af zit. Ja, daar is hij nog lager. En na de haarvaten zul je nauwelijks meer merken dat de bloeddruk varieert. Ja, hij is wel afgenomen, maar hij wordt laag. Ja, en vlak voordat hij het hart weer binnenkomt, is de bloeddruk redelijk laag. Na het hart, dan is de bloeddruk natuurlijk weer hoog. Ja, maar na de long is hij weer laag. Maar goed, gelukkig kom je daar weer het hart tegen. De bloeddruk, ja, die varieert tussen een maximale waarde en een minimale waarde. De bovendruk en de onderdruk. Of in medische termen wordt bovendruk als systolische druk genoemd en de onderdruk wordt als diastolische druk genoemd. En die variatie in bloeddruk kun je ook op een bepaalde manier gebruiken. Kijk, hier heb je een ader en daar is het bloed, daar stroomt er doorheen. En als je goed ziet, dan zul je zien dat de wand van die ader een klein beetje op en neer gaat. Dat komt omdat die druk natuurlijk iedere keer toeneemt en afneemt. En dat kun je mooi gebruiken, want als je nou je vinger op de wand neerlegt, dan voel je inderdaad de druk op en neer gaan. Oftewel, je kunt hier de pols voelen en op die manier kun je dus de hartslag controleren. Nou, en dat komt dus vanwege de bloeddruk. Ja, de normale bloeddruk. Ja, je ziet hier de waarden ervoor. En de bloeddruk wordt uitgedrukt in millimeter kwik. En wat is dat nou, millimeter kwikdruk? Nou, dat heeft te maken met vloeistof. Stel je voor, je hebt een bekerglas, je vult dat tot aan de rand toe vol met water en je doet er een stukje papier op. Dan kun je het bekerglas draaien en dan zal, ondanks dat de vloeistof tegen het papiertje drukt, zien dat het papiertje op zijn plek blijft. En dat komt omdat de luchtdruk tegen drukt. En die vloeistof, ja, daar kun je dus ook bijvoorbeeld kwik voor nemen. En de druk van die vloeistof, die kun je berekenen met rho keer h keer g. Rho, dichtheid van de vloeistof. H, de hoogte van de vloeistof. En g, natuurlijk 9,81. Voor kwik is het zo dat het maximaal 76 centimeter kan wezen. En na die 76 centimeter... dan kan de luchtdruk het niet meer tegenhouden. Oftewel, de luchtdruk is gelijk aan 76 centimeter kwikdruk, oftewel 760 millimeter kwikdruk. En dan heb je een beetje een idee hoe groot de bloeddruk is. Een bloeddruk dus van 100 millimeter kwikdruk, dan zie je dat, dat is nou ja, veel en veel minder dan de luchtdruk zelf. Het opmeten van de bloeddruk. Nou, hier zie je zo'n bloeddrukmeting. Je krijgt een band om je arm. Degene die de bloeddruk meet, die pompt de arm, de band op en kan hier de druk aflezen. En tegelijk met een stethoscoop hoort ze naar de bloedsdoorloop. Nou, eventjes bekijken. Hier heb je de bloedbaan. En de druk in het bloed varieert van 80 naar 120. Een band om de arm. En die band wordt dus nu opgepompt. En hij wordt opgepompt tot een druk boven de bloeddruk. Oftewel, het bloed kan er niet meer doorheen stromen. De bloeddruk is daar te laag voor. Daarna wordt de druk langzaam verlaagd. Het is nu 200. En verlaagd naar 180. Verder 160. Verder 140. Net boven de 120, dus het bloed kan er nog net niet doorheen, maar
een klein beetje later en dan kan het bloed er wel doorheen. En dit hoor je, oftewel je hoort het bloed er doorheen stromen. En dat betekent dus dat je kunt aflezen van hey, die 120, dat is blijkbaar de bovendruk, want nu kan het bloed er weer doorheen. De bloeddruk 120 is bepaald en de druk wordt verder verlaagd van 120 naar 100. De ruis blijft ook wel, want het vat blijft ingeduwd. De druk wordt verlaagd naar 100. De ruis blijft, want de wand blijft een beetje ingeduwd. 90. Nog steeds blijft de ruis. En bij 80, dan is de druk net zo hoog als de onderdruk en betekent dus dat de wand zich helemaal herstelt. Het bloed stroomt ongehinderd, de ruis verdwijnt. Dat hoor je. En dus kun je concluderen van, hey, dan is 80 blijkbaar de onderdruk, want bij 80 mm kwikdruk hoor je geen ruis meer. Bloeddruk wordt altijd gemeten om de bovenarm. Waarom doen ze dat? Een meting is dan keurig de bloeddruk. Maar je zou kunnen zeggen, nou weet je wat, we doen het even enkel heen. Maar als je hier een meting doet, dan meet je niet alleen de bloeddruk, maar je hebt dan ook te maken met een hele kolom bloed die boven het enkel zit, tussen hart en enkel. En die vloeistofkolom die duwt extra. Dus je waarde die je daar meet is eigenlijk iets te hoog, namelijk de vloeistofdruk te hoog. En als je boven zou meten, boven het hart, dan zul je meten een druk die eigenlijk lager is, want je hebt daar vloeistof die naar beneden zakt. Dat is voor een mens nou niet zo'n probleem dat het hoofd een iets lagere druk heeft, maar stel je voor je bent een giraffe, ja, dan heeft het hart wel wat extra moeite om het bloed helemaal omhoog naar het hoofd toe te sturen. Ja, het hart moet daar meer inspanning verrichten dan bij een mens. Ja, inderdaad, het is echt over nou. Tot ziens.